hebben haar leerlingen een streepje voor op anderen. En, dat mag ik heel zeker zeggen, het is al meerdere malen aan bod gekomen bij de evaluatiegesprekken in de stagebedrijven. Vaak heeft de leerling lestekstverwerking aan de stagementor en moet de stagementor nog aandachtig opletten om te kunnen volgen. Haar leerlingen kennen steeds de laatste nieuwe toepassingen, de kennis die ze zelf verhaarden, vaak ook in tal van bijscholingen. Ze gaf die kennis heel graag door aan haar pupillen. Ze is een perfectioniste in haar vak voor haarzelf, maar ook voor haar leerlingen en voor haar collega's. Dat staat er niet. Zeker niet inboeten aan kwaliteit, maar er altijd voor gaan, hoe moeilijk ook. Lydische aandacht gaat zeker niet alleen naar de leerlingen. Ook aan de collega's reikte ze altijd de helpende hand. Hoeveel keer heb ik niet aan de telefoon gehangen met het zoveelste dringende probleem. Zelfs telefonisch lukte het haar om mijn zaken in orde te krijgen. Ik heb me wel speciaal een goed draagbaar telefoontoestel moeten kopen. Tot laat in de avond stond haar computer standby. Een mailtje met help of alarm als intro kreeg onmiddellijk antwoord. Elke aanpassing van de HIP in zoveel eindjaren voor alles maakte Lydie tijd. Ook in de aanhang kent men haar naam, ook daar wist men maar heel goed op wie men kon rekenen. Altijd bereid dus om iets extra te doen. Naast springplank verzorgde ze de layout van allerhande andere brochures. De presentatie moest picobello in orde zijn, dat kan de naam van de school alleen maar ten goede komen. Na dit trimester wordt haar bijambt haar nieuwe hoofdambt. Er zijn heel wat mensen die op haar wachten, die zich eigenlijk door haar werklust soms een beetje verwaarloosd voelden. Ik gun Lydie echt een fantastische nieuwe start, een gelukkig nieuw leven, met alleen zonneschijn en heel veel liefde. Voor iedereen die, voor ik het overhandig toch een woordje uitleg, dus een mooi kaartje. Dan hebben we een bongo doosje, waarbij ze samen met haar echtgenoot een adres mag kiezen om iets te gaan eten. En dan dat lange pakje, dat is om een schil en foto op het doek te zetten, om dus in, ja, uit te kunnen hangen. Ze heeft daar ook alle tijd voor om zelf een foto te kiezen. En ze mag dan ons een keer komen tonen wat ze laten maken heeft. Oké? En? Oh, je wist het toch. Ik had de laatste weken hoe dan ook al zo'n beetje elektriciteit hier gevoeld. Ik heb eigenlijk aan twee zaken een grote hekel. Afscheid nemen en in de belangstelling staan. Maar ja, mijn collega's hebben er anders over gedacht. Ik heb 36 jaar in het onderwijs gestaan. Ik heb ondertussen 51 springplanken gemaakt. En ik heb nu zelf een artikeltje geschreven over springplank. Het waarom van mijn afscheid. En dat wil ik jullie nu als primeur eventjes voorlezen. Veel dingen in het leven. Ik zal maar even dat erbij halen. Want je weet dat mijn arkels af en toe een keer te kort werden. Veel dingen in het leven deelt men met iemand. Vaak is het ook zo dat hier dezelfde idealen gedeeld worden. Dezelfde zaken gekoesterd. Bij mij was het niet anders. Zeker met één persoon deelde ik de gedachte om de jeugd kansen te geven, ze op weg te helpen er voor hen te zijn. Ik heb die uitdaging proberen waarmaken in het onderwijs. Hij in het bedrijfsleven. Heel veel jonge talenten kruisten zijn pad en maakten er iets van. Hij is hierin vaak andere uitdagingen gaan zoeken, veranderd van werk, maar zijn idealen trouw gebleven. Ik bleef ook mijn idealen getrouw en bleef in het onderwijs. Het gaf mij een dubbele kans om jeugdkansen te geven. Ik had mijn school en bleef in hetzelfde ritme om ook aan de jeugd rondom mij te denken, mijn kinderen. Vandaag waren wij het terug eens over de toekomst. Laat nu die uitdaging voor aan de aankomende jeugd een openstaande plaats in het onderwijs voor een jongere collega. Hij stopte met zijn HR-traject op directieniveau en startte zijn eigen bedrijfje. Waarom? Om anders bezig te zijn, te blijven zolang wij er plezier aan beleven en er zin in hebben. Ik stop mijn dagonderwijs met wetenschap dat ik nog wel bezig zou blijven in het volwassenenonderwijs, maar met minder uren in schoolverband en meer uren voor de andere jeugd. Namelijk mijn kleinkinderen.
Jullie hebben vast al gehoord van de politici dat mensen langer zouden moeten werken. Wel, mochten er meer zijn zoals wij, zouden er heel veel mensen langer willen en kunnen werken. Maar anders dan vroeger, met veel voldoening en een ritme dat beter aansluit bij nieuwe verwachtingen, bij nieuwe dromen. Eén boodschap. Koester jullie dromen, hou ze levendig. Leer luisteren naar mensen rondom u die het goed met u menen. Die wijsheid komt vanzelf met ouder worden. En wees gerust, wij weten het. Wij zijn ook ooit jong geweest. Eigenlijk zijn we het vandaag nog, maar dan jong van hart. En dat vraagt wat meer tijd voor onszelf. Het heeft mij even moeite gekost om dit neer te schrijven. Maar ook dit wou en zou ik met jullie delen. Ik weet niet of jullie ondertussen gesnapt hebben wie die hij in mijn boodschap was. Ik veronderstel het wel. Ik dank jullie voor die lieve attenties. Ik had het echt niet verwacht, maar het doet mij wel heel veel plezier. Ik ben begonnen met te zeggen dat afscheid mij heel moeilijk valt, maar na al deze boodschappen lijkt het mij geen echt afscheid. Ik zal jullie allemaal in mijn hart dragen. Dank u wel.